Nog 14 springers en dan weten we wie er goud, zilver en brons wint op de grote schans van Pragelato. Welkom. Koffler, de Oostenrijker, gaat verrassend aan de leiding na de eerste sprong voor zijn landgenoot Morgenstern. En op dit moment gaat de Japanner Kasai aan de leiding. En op de balk zit nu de Duitser Georg Speth. 122 meter uit de eerste omloop, toen van balk 18 werd gesprongen. Nu vanaf balk 19. De omstandigheden in Pragelato zijn goed. Weliswaar geen opwaartse wind, maar rugwind. Vandaar ook dat er besloten is om van balk 19 te springen. Zodat de aanloopsnelheid hoog is, boven de 96 km per uur. En er zo rond het K-punt van 125 meter kan worden gesprongen. En misschien al wel erover, dat deed Kasai bijvoorbeeld. Dit is een mislukte sprong van Speth die veel meer had verwacht van zijn Olympische optreden tot nu toe. 12e op de kleine schans. En nu een teleurstellende prestatie na een veel te vroege landing op de grote schans. Plaats 8 voorlopig voor Georg Speth. En hij schudt wijs zijn hoofd. Dat is Morgenstern. En daarachter Kovler, de twee Oostenrijkers die uitzicht hebben dus op goud. Dan Jakub Janda, de grote man van het voorseizoen. Leider in het klassement van de wereldbeker met zijn coach Bites. Winnaar van de Vier Schansentournee samen met Ahonen. Maar beide hebben niet de grote vorm die goed is voor een Olympische medaille. Hoewel dit wel weer een hele behoorlijke sprong is van Janda. Maar niet de Janda dus van het begin van het seizoen. Toen hij alles won wat er te winnen viel. 128 meter voor de Tsjech. Mooi, die neus nog door de skis heen. De stijl van de Tsjech is uitstekend. En eens kijken hoe de jury dat waardeert. Jawel, met 3 keer 19 en 2 keer 18,5. Janda neemt de leiding over van Kasai. En revancheert zich hiermee voor zijn matige optreden op de kleine schans. Dan de Oostenrijkse routinier Wiethölzl. 123 meter. Bij zijn eerste sprong. Winnaar van het brons in Nagano, 8 jaar geleden. Maar Wiethölzl heeft niet meer de grote vorm. Winnaar van de wereldbeker 6 jaar geleden. Maar het is mogelijk een beetje bij hem vergane glorie. Maar hij heeft nog 2 jonge landgenoten dus aan de kop van het klassement. De grote schans staat sinds 1964 Innsbruck op het programma van de Olympische Spelen. En de Finnen zijn tot nu toe het meest succesvol. 10e plaats voor Wiethölzl. Jakub Janda, die zich deze Olympische Winterspelen anders had voorgesteld. Hij en Ahonen zouden het wel gaan uitmaken. Wie met de gouden plakken naar huis zou gaan. Maar vooralsnog lijkt het daar niet op, hoewel de Tsjech dus leidt. Neumeier. Stadion hier in Pragelato goed gevuld, zeg maar bijna vol. 7000 mensen, altijd een spectaculair nummer. Dit springen op de grote schans en zeker bij kunstlicht. Een mooie sprong met een mooie landing van Neumeier. Ietsje corrigeren daar. Maar ik geef het u te doen. Doe het maar eens. Plaats 2 voorlopig voor de Duitser. Achter Janda en voor Kasai. Hier ziet u het voorlopige klassement. Amman daar hebben we niet meer gezien. Die heeft al gesprongen. Was heel slecht dit seizoen. Maar heeft zich goed gerevancheerd. De regerend kampioen. Nog een minuut of 7 is hij Olympisch kampioen. En dan wordt iemand anders. Ook Martin Schmid is een beetje op de weg terug. Plaatste zich niet eens voor de kleine schans. Maar heeft weer
een paar redelijke sprongen hier neergezet in Pragelato. Even een kleine onderbreking. Even is er een voorspringer weer naar beneden gegaan. En Kovler. Ja, hij lacht wel. Maar hij is gespannen. Het is een jonge Oostenrijker die vaak één supersprong laat zien. En dan bij de tweede door de zenuwen bevangen veel minder ver springt. Maar misschien vergaat het hem vanavond beter. Adam Malisz. Een paar jaar terug niet te kloppen. Zilveren medaillewinnaar achter Amman in Nagano. Houder van het schansrecord met 140,5 meter. Maar ook Malisz is niet meer de Malisz van die hij was. Dit is zijn trainer, Heinz Kuhn, in een Oostenrijker die zelf een bronzen plak won in Albertville. De aanloopsnelheid is dus belangrijk. Die is bij Malisz een kilometer minder dan bij anderen. En hij landt zo rond het kritisch punt van 125 meter. En Malisz moet in goede doen veel en veel verder kunnen dan de 123,5. Waar zit het dat dan in? Skispringers zeggen altijd, het is het gevoel. Je moet het goede gevoel, het winnende gevoel hebben. Dan kun je meters meer pakken. En juist die laatste meters, die laatste jump, dat extra, dat is belangrijk. Malisz stelt teleur, vooral voor zijn landgenoten, de Polen. De Polen die één keer goud wonnen, Fortuna, wat een naam ook. Dan kan je niet verliezen. In 72 was dat. Naast Janda, de andere grote kampioen van de laatste jaren, Janne A. Honen. Ook hij heeft te maken met de rugwind. De wind op de staart. Eén zilveren medaille heeft hij met het Finse team van 4 jaar terug. En verder won hij alles wat er te winnen viel. Maar een Olympische gouden medaille zit er niet in, hoewel dit een goede sprong is. Maar hij moet veel en veel verder om de beide Oostenrijkers van het podium te kunnen springen. 128,5 meter. Natuurlijk is dat ver. Maar voor Ahonen niet ver genoeg. Weliswaar verdringt hij Janda, zijn makker van de Vierschansentournee. Die ze gezamenlijk wonnen. Voor het eerst in de historie nu van het podium. Althans van plek 1. Maar Ahonen moet nog 4 jaar door als hij tenminste een gouden plak wil winnen. Okabe, de bejaarde Japanner, met alle respect, 35 jaar. Wat een kanjer om op die leeftijd dit nog te durven. Van zo'n grote schans te springen. Het is een klein licht kereltje, vandaar een wat mindere snelheid. Maar wel omgezet in een verre sprong. Lid van de gouden Japanse ploeg van Nagano. 128,5 meter. En Okabe scoort doorgaans hoog bij de jury. Hier wat kleine correcties. En dan de landing. Na zo'n 6 seconden zweven, zeg maar vliegen door de lucht. Die landing is niet helemaal optimaal. Vandaar dat hij geen 19 of 19,5 haalt. Iets wat hij meestal wel doet. Maar Okabe verdringt wel Ahonen van de eerste plek. Vooraf was hij de te kloppen man, Matti Hautamäki. Vorig jaar winnaar van de pre-Olympische wedstrijd hier. Zilveren medaillewinnaar op de K90, de kleine schans. Brons op de grote schans van Salt Lake City. Maar goud zit er ook voor Hautamäki niet in vandaag. Hij viel tijdens de training. Eerder op de dag, zeg maar 2 uur geleden. En misschien dat hem dat toch parten heeft gespeeld in de wedstrijd. Het was een slippertje, niet erg. Maar het gaat toch in je hoofd meespelen. Weliswaar neemt hij met deze sprong van 129,5 meter de leiding over van Okabe. Maar er moet wel een enorm wonder gebeuren, wil Hautamäki opnieuw een plak halen. Vandaar die sombere blik. Hautamäki dus voor Okabe en Ahonen.
dan de altijd goed lachse Zwitser Andreas Kuettel. De nummer 3 in het klassement van de Wereldbeker. Een sterk seizoen. Maar net niet de topvorm die goed is voor een Olympische plak, denk ik. Maar misschien komt hier de supersprong van Kuettel. Hoge aanloopsnelheid. En omgezet in veel meters. Maar niet genoeg. Geen Zwitser dus die goud pakt. Zoals 4 jaar terug Simon Amman deed. Kuettel mist mogelijk net die topvorm die nodig is om een plak te winnen. Want er moet alles mee zitten. Plaats 2. 1 keer 19. 1 keer 18 en 3 keer 18,5. En die 3 keer 18,5 die worden opgeteld. Bij de punten die je haalt op het K-punt. 60 punten op de 125 meter. En 1 punt achterbij of eraf. Voor elke meter meer of minder. De winnaar van het goud van de kleine schans. Lars Biestel. Nog steeds die rugwind. De Nooren zijn sterk. Zijn heel sterk. Maar kunnen ze de Oostenrijkers verslaan hier in Bragelato? Een hele goede sprong weer van Biestel. Het probleemkind, de Pietje Bel in de Noorse ploeg. Die nog wel eens wat nachtjes in de politie zelf heeft doorgebracht. Dronken achter het stuur. En meer van dit soort problemen. Maar skispringen kan hij hoor. Met afstand neemt hij de leiding over in het klassement. En misschien wint Biestel met deze uitstekende sprong wel weer een plak. Goud dus op de kleine schans. En misschien wel weer een medaille. 2, zegt hij. 2 keer goud wil hij. De Nooren hadden toch al een topdag vandaag. Met Amot op de Super G. Het verschil tussen Biestel en Houtamäki is groot. 8 punten. Dan die andere Noor, de wereldkampioen. In het afstand springen. 239 meter op de grote schans van Planitza. Kijk, dat staat onder zijn linkerski. 239. Lekker provocerend. Maar je moet maar durven. Romeuren. Wereldrecordhouder dus bij het skivliegen. Dit valt tegen. 125,5 meter. En Romeuren valt in elk geval buiten de prijzen. Maar er is nog een andere Noor naast Biestel die meedoet. De 4e plek. Niet tevreden. Ook hij ging voor een medaille natuurlijk. Want skispringen is in Noorwegen een van de belangrijkste sporten. Roar Jökulsøy. Tweevoudig wereldkampioen skivliegen. Dat is dus die hele grote schans. Gaat hij voor een medaille? Jazeker. Hij won brons op de kleine schans. Maar dit is meer zijn ding. Hoe groter de schans en hoe verder, hoe prettiger Jökulsøy zich voelt. Kojon Koski, zijn Finse trainer, wacht op het juiste moment. Wat te veel wint. Boven de 2 meter per seconde, dan wordt er doorgaans niet gesprongen. En Kojon Koski pokert. Want hij, zeg maar de verkeersleider, geeft op de toren het sein voor vertrek. Nog iets te veel wint. Concentratie bij Jökulsøy. Nu zou het misschien moeten kunnen. Daar is het teken en daar gaat hij. Gaat hij voor een plak? En welke kleur? Hij kan het. Hij kan het als geen ander. Hoge snelheid, 96,4. En hoe ver komt Jökulsøy? Nee, niet ver genoeg. Toch te veel last gehad van die rugwind. En dat betekent dat met nog 2 springers te gaan, 2 Oostenrijkers, Biestel al zeker is van een plak. Jökulsøy steekt zijn landgenoot niet voorbij. Hij landt eerder te vroeg. En eindigt op 125 meter. En baalt als een stekker, want ook hij wil zo graag een keer een gouden Olympische plak. Dat zit er dus
niet in. Misschien nog met het Noorse team. Want kijk eens hoe sterk die Nooren zijn. Twee man op de eerste plaats. En dan Thomas Morgenstern. Als 16-jarig jochie won hij al zijn eerste wereldbekerwedstrijd. En hij is in vorm. Pointner stuurt hem weg. Ietsje minder rugwind dan de Nooren. En misschien profiteert Morgenstern daarvan. Wordt dit zijn eerste grote medaille? Oh, die springt ver. Die springt rond de 140 meter. Wat een kanjer van een sprong voor Thomas Morgenstern. Kijk, precies 140 meter. En natuurlijk neemt hij duidelijk de leiding over van de twee Nooren. En met Kofler nog op de balk gaat de gouden plak in elk geval naar Oostenrijk. Wat een supersprong van Morgenstern. 140 meter, toe maar. En Pointner gaat uit zijn dak. Eindelijk, want de Oostenrijkers wachten al zo lang op een grote triomf. Eén keer een 20 erbij van de Finse coach. Het Finse jurylid. Toe maar. En dan nog boven op de balk. Kijk eens naar het verschil tussen Morgenstern en Biestel. 26 punten. Dat zie je zelden. Het verschil tussen de beide Oostenrijkers was 4,3. En ook Kofler, die nu weet dat hij een supersprong moet springen. Anders wint hij de gouden plak niet. Natuurlijk zit de spanning in het lijf. En ook Kofler gaat ver. Jawel! Kofler ook op de 140 meter. En dat moet goed zijn voor goud. Een dubbele triomf voor de Oostenrijkers. Dat moet goed zijn voor goud. En wat een vreugde daar. Bij Alex Pointner en Tony Inauer, de twee grote bazen. 139,5. De jury waardeerde de sprong van Morgenstern enorm. Maar wie gaat hier goud winnen? Het zal een miniem verschil zijn. Is het Morgenstern door die hoge jurywaardering? Of is het toch Kofler die verder sprong bij de eerste omloop? De spanning is te snijden. Ik gok op Morgenstern. Kofler inderdaad tweede. En gaat toch uit zijn dak, sportief als hij is. Morgenstern wint Olympisch goud. Kofler wordt tweede. En de bronzen plak gaat naar de gouden winnaar van de kleine schans. Lars Biestel voor Noorwegen. Die kijkt een beetje zuur, dat wel. Maar hij heeft in ieder geval twee plakken. En wat een overwinning voor Morgenstern. Ik zei het al eerder, als 16-jarig jochie won hij zijn eerste grote wereldbekerwedstrijd. En toen was het wachten op de doorbraak. Die kwam maar niet echt. Maar vanavond hier in het donker en bij kunstlicht van Pragelato is die doorbraker. En het merkwaardige is dat in 1964, toen de grote schans voor het eerst op het Olympisch programma kwam, ook een Oostenrijker won. Engan. Dat was de enige gouden plak van de Oostenrijkers. Kijk eens hoe blij ze zijn. Rechts die man met die witte bol, dat is Tony Inauer. De technisch directeur van de Oostenrijkse skibond betreffende de Noordse disciplines. En hier in het midden met zilveren helm staat de winnaar van het goud. Thomas Morgenstern. En kijk eens naar dat kleine verschil. 0,1 punt scheidt Kofler van het goud. Maar met zilver is hij ook blij. De Nooren natuurlijk zijn goed. Biestel brons. Jukkelsoy net buiten de prijzen. En Houtamäki 5. Kuttel 6. Een mooie zege voor de beide Oostenrijkers. En met zo'n naam Morgenstern. Dan kan je inderdaad thuiskomen met een Olympische gouden medaille. Hier in Pragelato behaald. Ciao, arrivederci.